Hey ladies, nog een Ask Me Anything videootje vandaag. Voor wie niet weet wat Ask Me Anything is, of nog niet weet wat Ask Me Anything is, wel, in deze videoreeks van Ask Me Anything beantwoord ik al jouw vragen met betrekking tot de topic van de maand. En deze maand juli is het Freedom... liever verdienmodellen voor Freedompreneurs maand, waarin we dus samen op zoek gaan naar wat nu precies manieren zijn waarop je jouw centjes kan verdienen zonder dat je zelf jezelf te pletter moet werken. En de vraag die ik in deze video ga beantwoorden, die komt van Anne. Anne van der Varen en ligt qua... niet zozeer qua topic natuurlijk, maar qua business waarin dat ze zit, heel ver weg van mijn leven en ook mijn comfortzone. Hey Anouk, goedemorgen. Dus ik moest haar vraag een aantal keer herlezen, want ja, dat is een wereld waar ik zeer weinig over ken. En dus heel veel nieuwe dingen te weten ben gekomen, zal ik maar zeggen. En ik ga direct haar vraag voorlezen. Hey, dag Wendy, leuk dat je ook aan het kijken bent. Ze zegt, haar vraag is als volgt. Hoe kan ik mijn dienst fertiliteitsmassage schaalbaar maken? Hey Anouk, welkom ook. Voor de fertiliteitsyoga geef ik 1 keer per week groepsles en stem dan af... af op waar de dames in hun cyclus zijn en achter de schermen ben ik bezig met een online programma. Fertiliteitsmassage kan enkel in de week voor de eisprong, de pick-up of terugplaatsing. Liefst zo kort mogelijk ervoor. Het is ook deels een aanvoelen wat de wensmama op dat moment nodig heeft. De massage is individueel afgestemd na ruime intake. Bijvoorbeeld littekenweefsel van keizersnede, cysten op de eierstok, pijnlijke maandstonden. Anne, jij zit in een wereld die heel ver afstaat van mijn wereld. Maar ik wil je graag wel wat input geven die hopelijk waardevol kan zijn voor die prachtige business die je voor jezelf hebt uitgebouwd. Hè. En ik ga beginnen met een eerste, of liever jouw eerste vraag te beantwoorden, want mijn antwoord is heel eenvoudig. Je vroeg mij, hoe kan ik mijn dienst fertiliteitsmassage schaalbaar maken? Wel aan, mijn antwoord is heel eenvoudig. Niet. Massages zijn by default onschaalbaar. Ja, Anouk, echt way out of my comfort zone, inderdaad. Maar kijk, allez, zelfs een business waar ik zeer weinig van af weet, ga ik toch proberen een aantal tips te geven die hopelijk aan jou vooruit gaan kunnen helpen. Hè. Maar kijk, een fertiliteitsmassage business... of een andere vorm van massage business trouwens, is by default niet schaalbaar. Hè? Dat is een onschaalbaar product. Als jij meer wilt masseren, wel, dan ga jij meer uren moeten masseren. Als jij meer klanten hebt die willen gemasseerd worden, dan ga jij meer zelf moeten masseren of andere mensen inschakelen om voor jou die massages te doen. Dus by default is dat een niet schaalbaar product. Het is trouwens ook geen online product. Het zit helemaal in de offline wereld. Dus op dat vlak aan kan je eigenlijk zeer weinig kanten op het vlak van schaalbaarheid. Hè, met de diensten zoals dat je vandaag de dag hebt. Maar langs de andere kant, en ik zie dat je dat ook al aan het doen bent, je slaagt er wel in... om een stuk jouw product te schalen, of jouw kennis en kunde te schalen, door bijvoorbeeld groepslessen te doen, waarin dat je jouw... Ik veronderstel dat je in die groepslessen niet iedereen ligt te masseren. Hè. Het is fertiliteitsyoga die dat je geeft. Dat is eigenlijk de kennis die je hebt van jouw fertiliteitsmassagebusiness, heb je vertaald in een workshop. En een workshop is by default schaalbaarder dan 1-op-1 met een klant samen te werken. Hè? Omdat je natuurlijk misschien 10 mensen in jouw yoga kunt binnenhalen of 20 mensen in jouw yoga kunt binnenhalen. In Bali ga ik soms naar die yogalessen waar dat er gemakkelijk 50 man is. Om maar te zeggen, door van een 1-op-1 product of dienst
een groepsproduct te gaan maken, creëer je een schaalbaar product van de kennis die dat je vandaag de dag al hebt. Dus dat is een heel goede strategie om toe te passen aan. Daarnaast zeg je ook van, ik ben bezig met een online programma te ontwikkelen. Wel, dat is natuurlijk by default een heel schaalbaar product. Je maakt dat ene keer en dan kan je dat eigenlijk aan één iemand verkopen, maar ook aan 100 mensen verkopen of 10.000 mensen verkopen. Dus een online programma waarin dat je jouw kennis verwerkt hebt tot iets wat interessant kan zijn voor jouw doelgroep, is een perfecte manier om van jouw kennis een schaalbaar product te maken. Dus iedereen die in de kennisindustrie zit, waarbij dat je jouw kennis, is het dan mentale kennis? Is het dan fysieke kennis door een ambacht dat je hebt, hè? Door een skill die dat je hebt met je handen? Iedereen die in zo'n business zit, zit by default in een moeilijk schaalbare tot niet schaalbare business. Dus als jij wil nadenken over de schaalbaarheid van jouw productenaanbod, dan ga je moeten nadenken over hoe dat je jouw kennis kan vertalen in een product dat schaalbaar is. Want zo'n dienst is niet schaalbaar. Je gaat dat in iets anders moeten omvormen. Je gaat die kennis die je allemaal verwerkt in bijvoorbeeld die fertiliteitsmassages, die kennis die je daar hebt over lichaam, geest, fertiliteit, zal je dan moeten veranderen in een product dat dan schaalbaar is en verkoopbaar is naar 10 mensen, 100 mensen, 1000 mensen, 10.000 mensen, 1 miljoen mensen. Dus dat is mijn eerste tip aan. Nu, wat dat belangrijk is om te weten, we hebben het al heel veel gehad over schaalbaarheid deze maand. En wat heel belangrijk is om te weten, is dat een automatisch of een bedrijf op automatische piloot, een schaalbaar product is daar maar een stukje van. Veel mensen denken dat dat de only way forward is naar een automatisch lopende business of een freedom business. Maar dat is niet zo. Het is er maar een stukje van. Het is eigenlijk maar een derde van een freedom business. Dus schaalbare producten, dat is één ding. En dat gaat je natuurlijk helpen om meer vrijheid te creëren en misbaarder te worden in jouw eigen bedrijf. Maar daarnaast zijn er nog twee andere stappen die je kan doen binnen een geautomatiseerd bedrijf. En dat is namelijk gaan kijken aan naar los van de massages die je geeft. Dus het product dat je verkoopt. Dat is, wat zit er allemaal in mijn back-office? Dus wat zijn alle andere dingen die ik doe buiten masseren om mijn business draaiende te houden? Dat zijn verzekers, dingen gerelateerd aan marketing, dingen gerelateerd aan sales, dingen gerelateerd aan uw boekhouding, dat soort van dingen allemaal. En ook daar kan je dingen gaan doen die je helpen om misbaarder te worden in je eigen bedrijf. Dus wat de moeite waard is, Anne, is een keer te gaan kijken van wat zijn alle dingen die ik achter de schermen doe, die niks met masseren te maken hebben, maar die dat ik moet doen om mijn business draaiende te houden. Bijvoorbeeld, ik kan mij voorstellen, en je doet fertiliteitsmassages. Voor iedereen die in een massagebusiness zit of in een vorm van consultancybusiness zit, meestal komen de mensen naar jou toe of jij komt bij de mensen toe. Dus dat wil zeggen dat er afspraken gemaakt moeten worden. Dat vraagt kalenderbeheer. Dat zijn dingen die je heel makkelijk kan uitbesteden. Met andere woorden, heb je een plek bijvoorbeeld op jouw website waar jouw kalender op staat en waar mensen massages kunnen inboeken. Dat verloopt volledig geautomatiseerd. Of zit je in een systeem waar mensen nu moeten opbellen. Jij moet dan je agenda open doen. In het beste geval zit je dan achter je agenda. En dan moet je niet terugbellen. Je agenda open doen. Afspraken maken. Kijken, oké, inplannen. Inplannen in je agenda. Dat vraagt veel meer werk en tijd dan wanneer iemand geautomatiseerd op jouw agenda afspraken kan inplannen. Heel veel dokters beginnen dat nu te doen. Mijn huisdokter in België doet dat nu ook. Dus waar ik hem vroeger moest bellen om een afspraak te maken, kan ik nu gewoon online op zijn website een afspraak maken, kijken wanneer dat hij beschikbaar is, onmiddellijk zien hoe dat past in mijn agenda en zo eigenlijk een afspraak maken. Dus zo'n afspraakmaaksysteem, gelijk als een Calendly bijvoorbeeld, er zijn nog andere systemen ook aan, kunnen jou helpen, als je dat nog niet doet op dit moment, want dat weet ik natuurlijk niet, om eigenlijk jou een stukje van jouw sales te gaan automatiseren.
Een ander stuk is ook bijvoorbeeld jouw betalingen automatiseren, hè? Dus wil je dat mensen betalen via jouw website? Doe je dat via bankcontact wanneer ze bij jou toekomen? Krijgen ze dan automatisch een factuurtje? Gaat dat automatisch jouw boekhouding in bijvoorbeeld? Dat zijn ook dingen aan waarvan dat ik zou zeggen, denk daar eens een keer over na in jouw business. Wat dat die taken allemaal zijn die vrij time-consuming zijn en niets te maken hebben met je massage zelf, maar dus in uw back-office. Probeer zoveel mogelijk van dat soort van zaken op automatische piloot te zetten. Dat gaat tijd vrijmaken voor u. Tijd om andere dingen te doen of tijd om meer klanten binnen te halen en meer mensen te gaan masseren. Dat hangt ervan af wat je graag wilt doen, hè, zelf met die vrije tijd. Maar dat is een andere strategie. Dus een schaalbaar product maken is één ding. Uw back-office automatiseren is een ander ding. En als er nog dingen zijn aan die je niet kunt automatiseren, bijvoorbeeld die door een mens moeten gedaan worden, dan kan je er ook over nadenken om een expert in te huren of een virtuele assistente of een administratief persoon bijvoorbeeld, die jou kan gaan ondersteunen in die taken, zodat jij maximaal kan bezig zijn met hetgene wat je het allerliefste doet. En dat is waarschijnlijk met je klanten bezig zijn, die massages doen, die yoga geven, om jouw klanten zoveel mogelijk te gaan helpen. Voilà, Anne, dat zijn mijn tips voor jou. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat ik jou wat wijzer heb kunnen maken in wat het nu betekent om je bedrijf op automatische piloot te zetten. Zelfs al ja, zit je in een totaal onschaalbare business zoals fertiliteitsmassages, heb je toch wel mogelijkheden om een heleboel dingen op automatische piloot te zetten, zodat jij maximum kunt bezig zijn met hetgene wat je het allerliefste doet. Voilà, Anne. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Aan wie aan het kijken geweest is, mercikes ook om te kijken. Er zijn nog een aantal vragen binnen de Ask Me Anything reeks voor deze maand. Dus ik ga die een beetje rustig liggen voorbereiden. En waarschijnlijk binnen dit een 5 à 10 minuutjes ga je een andere Ask Me Anything video zien komen om de volgende vraag te beantwoorden over verdienmodellen voor freedompreneurs. Tot heel snel. Ciao, tada.